Leuk dat je weer kijkt. Welkom terug. Review 88 alweer. Twee reviews geleden had ik een biertje van Cinema Brewers uit Amsterdam. En die bieren worden gebrouwen bij brouwerij Troost. Alleen die etiket al. Als je dat bier ziet, tenminste dat heb ik altijd. Ik bedoel, als ik een etiket op zo'n bier zie, van ik denk, wow, fucking gaaf. Dan moet ik het altijd hebben. Ik weet niet wat het is. Het is hetzelfde bij deze. Ik heb deze destijds ook meegenomen bij Slijterij Zuilen in Utrecht. En het is de King Kong. Yes, apenbier. Daar gaan we, jongens. Nee, even serieus. als je het etiket bekijkt, nou ja, hè, mag duidelijk zijn. Dat moet King Kong voorstellen. Ja, en ook bij dit bier, net zoals bij het vorige biertje, heb je twee verschillende etiketten. Deze heb je dus ook in de uitvoering met de dame in kwestie, hè, die voorkomt in de films van King Kong. Maar ik vond King Kong, hoe je hem ook wil noemen, de aap, whatever, vond ik veel toffer. Wat ik al zei. Het etiket ziet er cool uit. En ja, wat zit er eigenlijk in het biertje? Is het stiekem dan toch een apenbiertje? En met apenbiertje bedoel ik, hè, als je kijkt naar de ingrediënten, kan je daaruit opmaken dat het een beetje een apenbier is. Geen idee. Het is een coconut triple with a hint of banana. Ja, ik denk het wel, hè. Als je kijkt naar de coconut, lekker tropisch. Banana, nou ja, apen houden van bananen. Ik ben heel erg benieuwd wat het bier doet. Go. Ja, wat ik al zei, een triple biertje met kokosnoot en banaan. Ik ruik nog niks. Maar dat zegt niks. Ik heb in ieder geval nog nooit van die ingrediënten gehoord in een triple. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, als ik ook kijk naar de ingrediënten, wat op het etiket staat. Water, gerstemout, hop, gist en kokos. Nee, ik zie geen banaan staan. Maar ja, het zal wel een bepaalde toevoeging zijn geweest, waardoor het een bananenachtige smaak krijgt. Hij is overigens 8% aan alcohol. Jongen, ik ga hem gewoon inschenken en kijken wat hij doet en hoe hij ruikt. Here we go. Ja, wel echt een triple kleur. Het is echt wel een. Nou, ik moet zeggen. Kijk, de meeste trippels zijn wat doorschijnend. Nou ja, hoeft niet altijd, maar zie je vaak dat ze wat meer doorschijnend zijn. Deze is toch wel troebel van kleur. Ja, als je kijkt, een beetje oranjeachtig. Wel een triple kleur hoor. Geel-oranjeachtig. Ja, ziet er niet verkeerd uit. Ik ga hem ruiken. Here we go. Zo. Wow. Ruikt als echt een hele volle triple. Kokos. Ja. Licht, licht. Maar banaan ook wel. Weet niet. Banaan ruik ik ook wel terug. Ruikt niet verkeerd. Ik ga hem gewoon proeven. Ik ben benieuwd naar deze creatie van de Cinema Brewers. Here we go. Cheers. Zo. Ik moet eerlijk zeggen, dit is echt een hele goede triple. Zo, vol hoor. Echt een hele volle smaak. En misschien vraag je af, hè? Vol. Nou, gewoon echt, ik bedoel met vol altijd wel een beetje romig en gewoon, ja, als je meer in je mond hebt, jongen, gewoon echt dat je denkt van wow. Echt, je proeft van alles. Gewoon lekker vol van smaak. Kokos, ja, proef je wel. Minimaal. Ja, banaan vind ik redelijk terugkomen ook. Maar is ook gewoon vol en fruitig. Maar het heeft wel een hele bekende smaak.
Ja, is echt voortreffelijk. Echt een super biertje. Gewoon echt een hele volle Jetsen. Gewoon echt perfect. Ik wou zeggen, ik had het niet verwacht. En waarom weet ik niet. En ik ben gek op trippels. En ja, de meeste trippels zijn ook echt wel gewoon top, hoor. Maar ik vind, ja, deze is echt goed, hoor. Zo, echt een heel goed biertje. Heel gebalanceerd ook. Ja, toppetje. Als ik hem een cijfer moet geven, ik geef hem een 8,5. Voor het etiket alleen al. Ik vind het gewoon cool. En de smaak vol, zacht, romig, fruitig, kokosnoot minimaal, banaan iets meer, maar ook niet al te veel. Gewoon al met al gewoon een heerlijke trippel. Dus als je hem ziet, koop hem. Vooral als je echt van trippels houdt. Dit is echt een fucking goede trippel. Bedankt voor het kijken en uiteraard weer tot de volgende keer. Cheers!